Hego. Why the big hurry? If Dr. Carroll is not extracted tonight, Datadyne will put him through mind conditioning, and we'll lose our best chance of finding out what Datadyne are up to. What's the target location? Work your way to ground level. Dr. Carroll will be somewhere in the facility. How will I recognize him? We don't have an image record, and we can't find any official files. All we have is the name. Good luck, Dr. Dark. Intruder alert! I've got a clear shot! I don't wanna die! There's someone here! You made your last mistake! Why? Me? Target sighted. Surrender or die. Don't shoot. I'm only doing my job. No!
Carol? Dr. Carol, are you here? Well, did you come out? Yes, all clear. What? You? Very professionally done, my dear. But there's no time to waste. You must leave immediately. Come on! I have vital information. You must protect... Bij weer een nieuwe aflevering van Retro Kings Matty's Game Room. Vandaag gaan we het over een van mijn favoriete first person shooters games hebben of all time. Wat natuurlijk gemaakt is door Rare. En dat is... Perfect Dark, de Nintendo 64. Gemaakt door Rare in 2000 voor de Nintendo 64. Perfect Dark is gemaakt door hetzelfde team die aan GoldenEye hebben gewerkt. En dat is duidelijk te zien ook. Alleen zitten hier zoveel meer opties in en is deze game zoveel meer uitgebreider dan GoldenEye. Om de hele game te spelen heb je ook een expansion pack nodig. Zonder expansion pack kun je alleen de multiplayer mode spelen tegen bots. In plaats van een vervolg op James Bond, had Rare hier een origineel verhaal en karakters gemaakt. Hier speel je als Joanna Dark van de Carrickton Institute en je probeert een samenzwering binnen het vijandige bedrijf Datadyne te voorkomen. De leider van Datadyne is Cassandra en haar kom je vaker tegen in de game. Je komt erachter dat Datadyne samenwerkt met deze mysterieuze gast genaamd Mr. Blonde. En dat ze ook samenwerken met een gozer genaamd Trent. Ze willen een speciale onderzeeër gebruiken van de president. Dr. Carol wilden ze gebruiken om het hele systeem te hacken en dat ze het zelf konden gebruiken als wapen. Het lijkt in eerste instantie erop dat je een verhaal hebt dat speelt als een typische spy game. Maar al snel heeft de game een twist. Want al snel moet je naar Area 51 om een alien te redden. En dan kom je erachter dat het een oorlog afspeelt tussen twee aliensoorten. De Mayans tegen de Skedar. De president wil de onderzeeër niet uitlenen aan Datadyne. Dus ze wilden de president ontvoeren en hem klonen, zodat ze het konden gebruiken. Nadat je de president hebt gered, kom je er ook achter dat Mr. Blonde een Skedar in vermomming is. You have failed, Easton. You are a flawed device, and we need you no longer. Just try it, you Scandinavian freak! Als Joanna terug is bij de Carrington Institute, wordt er aangevallen door de Skedar. Nadat de meesten zijn ontsnapt, wordt Joanna meegenomen door de Skedar op hun schip. Joanna wordt wakker en ziet daar Cassandra, die ook gevangen is genomen. Cassandra zorgt voor een afleiding, zodat Joanna wraak kon nemen voor haar, omdat ze is gebruikt door de Skedar.
Cassandra wordt vermoord door de Scatter, maar Joanna is gered door de Mayans en gaat dan ook gelijk de Scatter planeet aanvallen. Dit is het laatste level en hier moet je de Scatter leider uitschakelen. Als je in de final room bent, moet je op de leider schieten. Als hij knielt, schiet je op de pilaren. Doe dit een paar keer en een van de pilaren komt op de leider terecht. Dan heb je de game uitgespeeld. De singleplayer mode heeft 17 missies die je moet halen, met 3 verschillende moeilijkheidsgrades. Agent, Special Agent en Perfect Agent. En als je bijvoorbeeld de moeilijkste optie kiest, zijn niet alleen de vijanden een stuk moeilijker, maar je krijgt ook extra missies. En soms zit het level ook totaal anders in elkaar. Bij level 4 bijvoorbeeld, als je Agent of Special Agent kiest, begin je het level op een totaal andere locatie. En is het je doel om deze 2 guards te sniperen van een afstand. Maar kies je Perfect Agent, dan sta je onder schot door die 2 guards. De game is ook erg pittig op Perfect Agent, want vijanden hebben je zo dood. Je health gaat heel snel naar beneden als ze je raken. Als je alle missies hebt gehaald, krijg je ook bonusmissies, want je speelt met andere karakters. Maar wat wel valt in de story, bijvoorbeeld hoe de Mayan alien Elvis, ja, dat is zijn naam, vastzit in Area 51 en hulp uitzendt naar de Carrington Institute. De vijanden zijn hier wel een stuk slimmer dan in GoldenEye. Nu schieten ze tenminste wel als je ergens bovenop staat. Ook kunnen de vijanden beter richten. Wat ik nog steeds indrukwekkend vind is hoeveel verschillende animaties de vijanden hebben. Ook als je ze op verschillende plekken raakt, je ziet dat ze pijn hebben als je op ze schiet. De verschillende voice clips die de vijanden hebben is ook een leuke touch. Je moet in deze game ook verschillende gadgets gebruiken. Maar wat ik wel de vetste van allemaal vind, is de laptop gun. Die kan je gewoon ergens droppen en dan wordt het een turret en schakelt iedereen uit die in de buurt komt. Natuurlijk moet je bij sommige missies ook stealth gebruiken in plaats van overal doorheen te schieten. Al is dat soms wel een optie, alleen dan is het een stuk moeilijker. Ook kan je hier veel verschillende cheats halen. Om die te halen moet je sommige missies binnen een bepaalde tijd doen. Zelfs de bekende DK-mode zit hierin. Net als in GoldenEye hebben de vijanden hele grote hoofden. Ook kan je deze game in co-op spelen. Ben Bayman! You son of a bitch! Erg indrukwekkend allemaal voor zijn tijd. Player 2 speelt als Velvet Dark. En die missies moet je ook apart uitspelen. Als je geen tweede speler hebt, kan je ook de computer mee laten spelen. Dus co-op met een AI-controlled character. Wat ook wel grappig is, is dat je verschillende karakters kan unlocken in de co-op missies. Waaronder ook een alien. But wait! There's more! Speler 1 speelt als Joanna Dark. En speler 2 is een random vijand in de game. Als player 2 doodgaat, spant hij weer terug als een random vijand in dat level. Ook heb ik iets heel aparts ontdekt. Als je als player 2 iemand zijn gun uit zijn hand schiet, dan gaan alle vijanden in die kamer direct door naar player 1's locatie. Natuurlijk zit er ook multiplayer in, zoals GoldenEye, gewoon tegen elkaar schieten. Maar ook deze mode heeft veel meer opties. Want je kan dus niet alleen tegen elkaar schieten, maar je kan er ook bots in gooien. En je kan elke bot apart instellen van hoe ze zich gedragen. Plus, je kan je karakters hoofd en kleding aanpassen. Waaronder ook Miyamoto? Dit zijn de modes allemaal voor multiplayer. Combat zijn deathmatch modus. Capture the Case, Perfect Dark's variant op Capture the Flag. Hold the Briefcase, een koffer ligt op een willekeurige plaats in het level. Het is de bedoeling om hem te pakken en zo lang mogelijk te overleven om hem niet kwijt te raken. King of the Hill, een bepaald gebied in het level is de hill. 20 seconden in het groene gebied staat levert punten op.
Wanneer dit is gedaan, wordt er een nieuw gebied gemankeerd om te veroveren. Hacker Central. Het is de bedoeling om een laptop te hacken. Dit kan door een zogenaamde uplink te pakken en daarmee naar de laptop te gaan. De computer moet binnen bepaalde tijd gehackt worden door een bepaalde toets in te drukken. De laptop en de uplink liggen op twee willekeurige plaatsen in het level verspreid. Pop a cap. Een willekeurige speler wordt door de computer aangewezen als de cap. Hij verdient 1 punt per minuut dat hij blijft leven. Naar de andere spelers verdienen 2 punten door deze persoon te vermoorden. Wanneer de cap vermoord is, wordt er een nieuwe cap aangewezen. Zo ja, zoals je ziet is deze game erg indrukwekkend. En vind ik Perfect Dark ook persoonlijk veel beter dan GoldenEye. GoldenEye was ook erg goed uiteraard, don't get me wrong. Maar wat ze allemaal in deze game hebben gekregen is echt erg indrukwekkend. En ze hebben ook nog eens een origineel verhaal en karakters gemaakt in plaats van een film te gebruiken zoals in GoldenEye. Dus het is wel veel creatiever. Ook is er nog een Game Boy Color game uitgekomen wat meer een top view heeft. En natuurlijk Perfect Dark Zero voor de Xbox 360. Die was alleen niet zo heel erg goed. Ook is er nog een remake van Perfect Dark uitgekomen voor de Xbox 360 Arcade Live. Die later ook fysiek uitkwam op Rare Replay voor de Xbox One. Maar ja, het is een beetje als sinds Microsoft Rare heeft gekocht, ging alles downhill. Wat ik nog steeds wel jammer vind. Soms vraag ik me toch af hoe het zou zijn geweest als Rare nog steeds games maakte voor Nintendo. Maar vorig jaar, out of nowhere, kwam deze trailer voorbij. Did you find the answers you were looking for, Agent Dark? Not yet. This is just the beginning. That blew my fucking mind. Ik ben heel benieuwd of dit wat gaat worden. En ik hoop dat het net zoals bij de originele weer over aliens gaat. Dit was het dan alweer. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Eerst even wat meer multiplayeren. Of niet 2P, man. Kiss my alien butt. I'll kick your ass.